Wat vindt u ervan dat we weer mondkapjes moeten gaan dragen? Ik denk dat het een goede maatregel is om te proberen de gevolgen van de epidemie wat binnen de perken te houden. Denkt u dat het voldoende is, mondkapjes dragen? Ja, ik ben geen arts, ik ben geen deskundige, dus ik weet het niet. We gaan weer mondkapjes dragen, wat vindt u daarvan? Ja, als het noodzakelijk is, dan doen we dat. Geen probleem. Denkt u dat het een goede maatregel is? Nou, zullen we naar de tijd moeten bekijken, voor de tijd weet je dat niet. Mag ik u vragen wat u van de mondkapjesplicht vindt? Ik ben niet voor de mondkapjes. En kunt u dat uitleggen? Ja, ik denk dat het alleen maar meer bacteriën veroorzaakt dan dat het gaat helpen. Maar goed, iedereen heeft zijn vrije keuze. En denkt u dat het afdoende is, het dragen van mondkapjes? Nee. Dus ik ben niet voor een mondkapje. Vertel over de mondkapjes. Die zijn weer verplicht. Wat vindt u daarvan? De reinste onzin. Want? Volgens mij is er nog geen gedegen onderzoek geweest dat die dingen werken. Dus je kunt beter regels inzetten die, waarvan bewezen is dat ze werken. En waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Die afstand. Afstand is iedereen het over eens dat dat werkt. Dus handhaaf daar meer op. Denkt u dat we nog lang met het coronavirus zitten opgeschreven? Ik denk niet dat we er weer vanaf komen. We moeten ermee leren leven? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus daarom is het misschien ook goed dat er ingezet wordt op de zorg en dat het uitgebreid wordt. Want de laatste 2 jaar is daar volgens mij weinig aan gebeurd. Hoe denkt u over de mondkapjes? Ja, ik denk hetzelfde als hij. Ja, ik vind ook, het is bewezen eigenlijk al door andere artsen dat het niet werkt. Dus waarom gaan wij, al is het een sok of een onderbroek wat je voor je mond doet, dat is verplicht. Nou ja, goed. En op zich, daar vind ik, ben ik het ook niet mee eens. De mondkapjes worden weer verplicht. Ja. Wat vindt u daarvan? Prima. En waarom vindt u dat zo goed? Voor besmettingen tegen te gaan vind ik prima. Laat dat maar doen. Ja, en 1,5 meter ook. Ja, laat me maar voorzichtig zijn. Anders dan gaan we nog verder. Zijn er nog andere maatregelen denkbaar, volgens u, die kunnen werken? Ja, we hebben al QR-code. Dus overal waar je naar binnen gaat, dan moet je de QR-code al laten zien. Dus bij restaurants of waar je naar binnen gaat. De mondkapjes worden weer verplicht. Wat vindt u daarvan? Heel jammer. Ik vind het een beetje een straf voor de mensen. Ik ben gevaccineerd. En ik heb mensen die niet ziek zijn, ongevaccineerd zijn. En dan vind ik, dan word ik gestraft. Ik denk heel hard. Voor de mensen die niet gevaccineerd willen worden. En aan de ene kant snap ik wel, uit geloofsovertuiging of inderdaad. Maar nu, ja, ik zit een beetje dubbel in. Ik begrijp het wel, maar aan de ene kant vind ik het ook wel jammer. Denkt u dat de maatregel van de mondkapjes afdoende is? Nee. Ik vind het wel oké in de winkel, maar er moet meer gedaan worden. Aan welke maatregelen denkt u dan? Verplicht vaccineren, maar dat gaat niet ook gebeuren. Er is vrijheid in dit land, hè? Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Daar ben ik het niet eens. Maar ik vind, als je eenmaal gevaccineerd bent, heb je ook alle vrijheid. De mondkapjes worden weer verplicht. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind niet of het heel veel helpt, maar ik denk altijd maar alle beetjes helpen. Dus alles proberen om dit virus te onder controle te krijgen. Dus ik vind het wel een goede zaak. Verplicht dragen van de mondkapjes, wat vindt u daarvan? Ik denk dat er een goed signaal van uitgaat, dus ik snap het. Ja. Er is natuurlijk een hele discussie over gaande en daar heb ik wel mijn gedachten over. Natuurlijk heb ik liever ook geen mondkap maar ik denk dat het goed is wat betreft het signaal wat er vanaf gaat. Want corona is nog niet weg. Denkt u dat het dragen van een mondkapje afdoende is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk de 1,5 meter, dat heel erg belangrijk is. En vaccinatie natuurlijk. Verplicht dragen van de mondkapjes, wat vindt u daarvan? Ja. U mag ook commentaar geven hoor. Ik begrijp het wel, dat moet. Maar ik ben heel eerlijk zo, ik vind die mondkapjes eigenlijk ontzettend onhygiënisch. Want ik weet niet of u het doet, maar je doet ze op in de winkel, je doet ze weer af. Ik hang hem heel vaak aan mijn arm. Er zitten een heleboel bacteriën in. Er zijn zelfs verpakkingen, ik weet niet of u het weet, als je die mondkapjes koopt, waarop staat dat ze niet
bestand zijn tegen bacteriën of virussen. Dus dan denk ik, waarom hebben we dat ding? En je zou eigenlijk iedere winkel die je binnengaat schoon een nieuw mondkapje opzetten. Zonder meer, ja. En dan is het niet eerst de winkel in, maar je gaat soms buiten, je praat even. En ik doe het, zeg ik ook heel eerlijk, dat zal niet moeten. Maar even dat ding naar beneden, want je hebt een gesprek even met iemand en je zet hem zo weer op. Denkt u dat het dragen van mondkapjes afdoende is? Nee, maar ik denk ook heel eerlijk dat bitter weinig afdoende is. In mijn optie zie ik het echt als iets van, dit is blijvend. Hier komen we nooit meer vanaf. En hoe gek of het ook killing, denk ik, we moeten door een heel diep dal. En dan is het klaar. En dan komen we er. En dan komen we er. En nu dan de nieuwe maatregelen weer. Ik heb het van de week, we wonen natuurlijk dichtbij, met 12.000 jongeren in Albergen die carnaval vieren. We hebben zelf ook een boel kleinkinderen. En ik weet gewoon dat ze niet altijd keurig aan de regels houden. Dus als ik het goed begrijp, dan zegt u, dan kun je de klok opgeleid zetten. Ja, ik denk niet dat het afdoende is. We hebben als voorbeeld echt, we zijn afgelopen week 2 keer in gelegenheden geweest waar je echt binnen mondkapjes moet dragen. De eerste, ik was met een rolstoel en mijn man met een rollator. Ik liet mijn QR-code zien dat mijn mevrouw aan de kassa zei, oh die andere loopt maar door. En afgelopen week waren we weer ergens en mijn man was zijn telefoon vergeten, had dus ook zijn code niet. Ik zei, nou, het was heel mooi weer, misschien kunnen we buiten zitten. En ik kwam binnen, het hele restaurant zit vol en ze vroegen nergens naar. Het is niet allemaal even consequent. Dat bedoel ik. Dus dan denk ik, wat heeft dit voor zin? En kun je dat wel handhaven, die consequentie? Ik denk dat dat gewoon niet kan. Ik weet ook inmiddels dat jongeren elkaar gewoon over een hekje buiten even hun telefoon overgeven. En ongevaccineerden gaan ook naar binnen. Wat vindt u van het verplicht dragen van de mondkapjes? Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Nu de vaccinaties allemaal rond zijn en mensen allemaal gevaccineerd zijn, vraag ik mij soms af, waar is het nog voor nodig? Maar goed, degenen die het niet hebben laten zetten, de inenting, die kunnen wel nog ziek worden. Dus ik denk dat we voor hun nog wel even moeten ophouden. Ik denk wel dat het bescherming biedt, maar ik denk toch dat iedereen zich wel moet gaan vaccineren. Dat wel het belangrijkste is voor 98% heb ik vernomen. Ik denk dat die vaccinatiekaart en de vaccinaties, dat gewoon voldoende is. En de mensen die zich niet laten vaccineren, dat die toch weer een beetje bij de arm genomen worden door anderen, zodat ze ook gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je kijkt wie in je omgeving bijvoorbeeld niet mee wil doen. En dan dat je probeert die mensen toch te overtuigen om het wel te laten zetten.